Okita. Vet maakte een prachtig doelpunt. In de vorige wedstrijd tegen Excelsior. Okita, het is een schuivertje. Het is het eerste schot van de wedstrijd na 3 minuten spelen. Tafsan. En een vrije trap voor NEC. Overtreding van Joey Jacobs. Snel genomen. Barreto, die kan dan een ploeggenoot uitkiezen. En dat doet hij perfect. Maar het is buitenspel voor Cas Odenthal. En dus gaat de treffer niet door. Vroege openingstreffer van NEC geannuleerd. Is dit buitenspel? Ja, zeg het maar. Duin. Moet het zelf doen. Duin op de voeten van Branderhorst. Goudmijn. Grote kans voor Jong AZ om op voorsprong te komen. Vet. Karouani weer aan de linkerflank. Maar door de as is nu helemaal de snelste route. En Tafsan laat na de score te openen. En zo hangt deze wedstrijd een beetje samen van momenten die wat kunnen worden, maar dat uiteindelijk niet worden. 1 keer pas, echt Tafsan. Versnelling Okita. Dit is ook weer zo'n moment. Vet, hard en de redding van Bakker optimaal. Goudmijn. Buitenom Sugawara. Daar dus. 3 man van Jong AZ voor het doel. Het is 1-0, maar ook hier gaat de vlag omhoog. En hier is mijn eerste indruk. Dit lijkt me de juiste beslissing. Abouglal, degene... Ja, het is weer kielen-kielen. Wat dat betreft wel eerlijk verdeeld. Goudmijn. En nu ligt het achterin een beetje open bij NEC. Op rechts Tabouni, tweede paal. En de vlag blijft nu naar beneden. En dus leidt Jong AZ via Abouglal. Odenthal verslikte zich. En dan mis je er dus eentje centraal achterin. En dat komt NEC duur te staan. Goudmijn. AZ loert wat meer op de omschakeling in de eerste paar minuten van de tweede helft. Goudmijn. Sugawara. En het is 2-0 voor Jong AZ. En zo zijn de talenten uit Alkmaar uiterst efficiënt. De credits naar Kenzo Goudmijn. Yuki Sugawara. Het is zijn eerste doelpunt van dit seizoen. Vet. Van Rooij. Die voorzetten, daar is steeds niets mis mee. En met deze kopstoot ook niet. Janga brengt NEC weer wel dichter bij Jong AZ. Eindelijk weer een goaltje voor hem. Van Rooij. 1-1 met Gullit. Van Rooij, weer zo'n lekkere bal. En Bart Van Rooij is de man die beide NEC-treffers voorbereidt. Beekman komt binnen. Prachtige voorzet. En kijk eens hoe Beekman zich positioneert. Loopt weg bij alles en iedereen. Volgende kans aanstaande voor NEC. Beekman. Weer een hoge voorzet. Nu in de handen van Bakker gekopt door Barreto. Daar is Duin. En daar komt nog Buurmeester. En dit is een correcte ingreep. Zo oordeelt Henschens. Tijd om te treuren is er nauwelijks voor Jong AZ. Want de NEC breekt uit. En houdt een hoekschop over. Dit is een strafschop. En het staat aan de andere kant 3-2 voor NEC. En weer een kopbal. Barreto.
knappe comeback van NEC tegen Jong AZ. Een 2-0 achterstand met 3 kopgoals ongedaan gemaakt.